meter 14. Bak van een snoek op het ondiepe. Hallo! Easy? Yes, thank you. Okay, no, no. Thank you. Have a nice weekend. Check bar, drank dus. Kijk daar. Ik raak vreten. Ik zit te wachten op mijn kees. Zeg maar, de trein is dat dicht bij de tankstation van België. Zo meteen. Dat hoop ik niet. 14.000. Dat is. Dit is ons huisje. Hier heb je een stukje van de omgeving. Het is schitterend weer, dus mogen we niet klagen. Dus even kijken wat een uitzicht, mensen. Top. Dus nou, tot snel weer. We gaan nu de boot uitruimen en dan gaan we vissen. Dus tot snel. Eerst van de vakantie. Niet groot, maar wel blij mee. Hij is gespannen, hij gaat zo echt wegknallen, denk ik. Toppie! Lekker, meneer Klingen. Ja. Blijf wel even kijken, hoor. Hij komt hier omhoog zo. Ja, ja. Kijk eens even. Appetee. Ja, mooi visje Klingen. Ja, wat zal die zijn? Ik niet. Daar gaat hij. Best wel tempo in. Ja, ja. Je moet best draaien met die 5-3. Ja, ja, hangen. Ja, weer vis. Assisteer even, Bouw? Ik assisteer wel even hoor. Dit is ietsjes groter. Ietsjes groter? Ja. Mooi voorbeeld. Mooi dikke. Oh, dat past niet eens in. Ja, lekker! Und? Hij heeft boven goed. Ja? 1 meter 4. Nee joh. Ja. Ja, lekker joh. Lekker. Lekker. Eerste meter van de week. Ja. Meter 4. Ja. Op de Fatso. Ja, fantastisch man. Oude vertrouwde Fatso. Schitterend mooi vis. Ja, echt een hele mooie vis. Ik kleun het er ook op, jongen. Mooi dikke toch. Nou, dat is een release. Dat is nog eens een quick release. Duidelijk in topconditie. Ja mensen, welkom live vanaf het water. Kijk eens, Basti. Kanaal Bauer. Jongens, we gaan even trollen. Kijk even. Engeltjes in de steun. Kijk eens even. Daar ook engeltjes in de steun. Ja, hoe vissen we dan? Nou, we vissen met plenenboord. Kan je heel veel water bestrijken. Kijk, een oranje. En dan verder op een gele. Nou, dat zijn ze. Ja mensen, we zijn live op het vanner. En hij heeft zojuist een grote vis gevangen. Oh! Daar was hij niet helemaal mee eens. Hoe groot? Precies een meter. Precies een meter. Trollend. Helemaal top. Okay.
Schitterend. Wat een mooie vis, hè? Echt. Echt. Een deel alsof die twee keer zo groot was. Daar gaan we. Ja, hij is toch fantastisch. Moet je zien met hem weer, man. Dit is heerlijk. Oh, genieten. Wat een vis. Kijk mensen, maken we lekker eten in de boot. Kijk. Tadaa! Lekker hoor. Op deze bouw. Steek het jongen. Dankjewel. Ja mensen, als je aan het vissen bent, ook oog houden voor de natuur. Je kan daar een bever spotten. Mooie vis mensen, 94. Nu gaat ze weg. Yes, lekker. Ook mijn eerste 90 gewinnen. Nou mensen, 1,14 meter, bak van de snoek op het ondiepe, ga hem terugzetten. Zo, de knetters. Prachtvis. Wat een vis. Wat een mooi vis, hè. Wel. Ja! Lekker! Oh, wat een knijter. Nou mensen, dit was hem weer. Een weekje in Zweden vissen. Jerkbait op het ondiepe, troll op diep water. Gooien op plateaus op het diepe water. We hebben het allemaal gedaan. En ja, we hebben uiteindelijk rond de 100 vissen gevangen. Hele mooie grote gevangen van 1,14 meter. Deze keer de grootste van de vakantie. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Als je het leuk vindt, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd hebt, druk even hier beneden op abonneren. En dan check ik jullie weer bij een nieuwe video.